Gerda Bottin, je staat hier voor de tweede samenloop voor hoop die jij hebt mogen organiseren. Hoe was het deze dag en hoe is het vanavond? Ja, het is sowieso een eer dat ik dat mag doen, nog steeds. En ik vind het heerlijk om hier te zijn. Ik geniet van alle mensen die er rondlopen en vooral van alle initiatieven die zijn ontplooid. En vooral van alle geld wat we gaan ophalen. Dus ik ben een gelukkig mens tot nu toe. Ja, want hoe staat het erbij wat het geld betreft? Heb je daar al enig zicht op hoeveel er binnen is? Ja, natuurlijk hebben we daar zicht op, maar dat ga ik nog niet verklappen. Maar we gaan goed. Het gaat goed, maar dat is al heel belangrijk. En zo even is er een minuut stilte geweest. Hebben jullie dat met een bepaalde bedoeling gedaan? Ja, de casusceremonie die organiseren we echt om even stil te staan bij de mensen die onze laatste heel ontvallen. Even een momentje te hebben en even goed na te denken over waarvoor we nu bezig zijn met KWF-kankerbestrijding. Ja, casusceremonie, dus ook de casuszakken, is eigenlijk een onderdeel van het concept dat KWF aan ons aanreikt. En dat betekent gewoon dat je casuszak, wat ik al vertelde net tijdens de ceremonie, die dicht je toe aan iemand die je zou willen herdenken. Zodat je s'nachts zeg maar tussen de casuszakken doorloopt en ja, al die mensen aan wie je wilt denken met elkaar, daar loop je dan tussendoor. En dat is gewoon een heel mooi gebaar. Zij verlichten onze route. We hebben 41 teams deze keer en we hebben 838 lopers maar liefst. Dus dat is echt fantastisch. En tot hoe lang gaan jullie morgen door? Morgenmiddag om 2:00 is de overhandiging aan KWF Kankerbestrijding en aan het Alma Inlopershuis van het bedrag wat we dan hebben opgehaald. Gonneke Bennis, je mocht vanavond 2 liedjes ten gehore brengen. Hoe was dat voor jou om te doen? Het was heel erg bijzonder. Ik heb ja gezegd toen mijn moeder nog ziek was. En ondertussen is ze 3 maanden geleden overleden. Dus het is eigenlijk volledig voor mijn moeder gezongen. Dus het was heel bijzonder. Jij zit ook in de organisatie van het hele gebeuren, hè? Wat was jouw rol in die organisatie? Ik was hoofd PR en communicatie. Dus wij zaten vooral aan de voorkant om te zorgen dat er, dat er allemaal leuke dingen hier kwamen. En dat er mensen hierop afkwamen. En volgens mij was het heel opvallend dit keer. Ze hebben echt mensen het goed kunnen zien. En ook nu laten we gewoon de mensen die er niet zijn zien hoe geweldig dit evenement is. Hoe mooi en bijzonder, maar ook hoe gezellig het is.